We gaan naar de voetbalclub. Want we gaan voetbalscènes opnemen. Spreek je zo, want we hebben nu haast. Oké, we zijn er. Dit is Jasper. Hij speelt mijn beste vriend in de film. Hallo. We zijn nu op het voetbalveld. Hier staat de camera. En we gaan zo beginnen. We hebben net de eerste scène opgenomen daar. Het was echt haast, want Jasper moest om 8 uur weg, moest naar het theater. We hadden maar een uurtje tijd en nu ombouwen voor een scène. En dan moet ik een beetje boos worden op een voetbalgenootje van mij. Ja, we zijn klaar voor vanavond. Laten we naar huis gaan. Zo, het is nu 11:15, Bas. We zouden 10 uur stoppen, want dan zouden alle lichten uitgaan op het complex. Maar we mochten nog even door. Dus we hebben nog een paar gekke voetbalshots opgenomen. We zijn nu eindelijk klaar. Hopelijk word ik zo naar huis gebracht. Wat? Gaan we? Ja, we gaan. Zo, ik ben thuis. Ik ga nu douchen. What the fuck ligt er op het toilet? Oké, dit is best wel handig. Kut. Ik heb net mijn thermoshirt heb ik uitgedaan. En die ga ik dus toevallig in het toilet. Maar die leg ik nu even de dag in het bad. Dit is de stand. 11:00 word ik gebracht naar Amsterdam. En dan mag ik gaan fietsen. De hele dag. Oké, alvast wel de rust. Goedemorgen. Ik ben met mijn vader in de auto. Hij gaat me brengen naar Durgerdam. Want daar zijn de volgende scènes die we vandaag gaan opnemen. Dat gaat alleen over fietsen. Dus we gaan vandaag lekker fietsen. Op mijn racefiets. Gaan ze waarschijnlijk filmen vanuit de auto. Dus dat wordt wel cool. We zijn er bijna. En het is hier echt super mooi. Het is aan het randje van het IJsselmeer. Dus dat is super awesome. Trouwens, de productie is laat, dus we kunnen nu even genieten van het uitzicht en daarna gaan we ze weer zoeken. We zijn er! Iedereen is aanwezig, zelfs de regisseur, Noen Brouwer, is er ook. We gaan zo filmen vanuit de auto dat ik en mijn broertje Raaf aan het fietsen zijn. Dit is mijn broertje! Ja! Hij is Raaf, maar hij is eigenlijk al dood in de film. Zij gaat de weg afzetten, zodat wij hier kunnen fietsen. Ja, de cameraman gaat een gekke stunt doen. Hij gaat uit de auto hangen en dan gaat hij ons filmen. Dan heeft hij geen verzekering meer dan. Geen verzekering. Bad boy. We hebben het net gedaan. Hij hing echt de helft van zijn lichaam hing uit de auto. En hij zegt dat het een cool shot is, maar we moeten het sowieso nog een paar keer doen. Yeah. Daar komen ze alweer aan. Ik ben nu lekker aan het opwarmen in de auto. Ik ga even succes wensen. Succes jongens! Dankjewel. Wij kunnen gaan. Is Dominique al terug? Wij komen nu met de auto terug. En dan gaan we iedereen tegenhouden. Oh, hey, je moet weer man. Ze staan er weer klaar. Succes! Oké, we gaan zo meteen een shot draaien met Lars en met Nick. Betekent dat we weer naar buiten moeten zometeen? Helaas wel de mededeling, Nick. Geen acteurs op de porto. Zo. We zijn nu bezig met de laatste shots voor Raaf. Dan is hij klaar. Maar het gaat nu kaart regenen, dus het is wel zo kut. Schieten ze nou op in die auto? Ja, zeker. Noenie Noen. Hi. Hoe gaat het op schema? Nou ja, zoals gewoonlijk. Zoals gewoonlijk? Ja. Precies op tijd dus. Beetje te laat. Beetje. Hey. We gaan nu naar de laatste plek, toch? Ja. En dan gaan ze nog een paar shots opnemen dat ik aan het fietsen ben. Dit is Stijn. En dit zijn de beelden. Ja, ietsje zachter in deze. Dit is mooi. Mooi! Wie het eerste thuis is. Ja, stop! Oké, wat is er juist gebeurd? Noen de regisseur wordt gebeld door de productie Emily. En ze zegt, ja, we kunnen morgen niet opnemen in de school. Nou, we hebben ongeveer 30 tot 40 figuranten voor morgen geregeld. En dus we kunnen niet meer filmen in die school. Emily was een beetje verdrietig volgens mij. Ik hoorde het een beetje aan de telefoon. Emily gaat dus die man weer proberen te bellen en doen. En we hopen dat die man zegt dat het is goed. Noen! Gaan we morgen filmen op school? Yes! Vond je het goed? Ja. Het drama is voorbij.
Het drama is voorbij. Het zou allemaal niet doorgaan, maar ze heeft die conciërge overgehaald met haar krachten. En gelukkig hoeven we nu niet alle figuranten af te bellen. Ja, jij moet gaan fietsen, jongen. Nu gaan we fietsen met min 10. De laatste scènes waren een beetje hectisch, nadat ik het ook niet gefilmd heb. En toen heeft Emily mij heel lief naar huis gebracht. Morgen moet ik 8:30 in Amsterdam zijn, want dan gaan we heel snel beginnen aan alle scènes met alle figuranten en dergelijke. Zometeen heel snel mijn bed in en dan de wekker om 7:30. Ik zou morgen waarschijnlijk wel heel erg moe zijn, maar goed. Slaap lekker.